Beslissing vallen in de strijd om het kampioenschap in de zaterdag hoofdklasse C. De thuisclub Urk kan vanmiddag de kroon zetten op een fantastisch seizoen door de titel binnen te halen in de wedstrijd tegen de kampioen van vorig jaar, IJsselmeervogels. Urk heeft nog één punt nodig om de titel te pakken. En dat punt dat zou dus zo dadelijk gehaald moeten kunnen worden. We gaan kijken naar een verslag van de wedstrijd die met spanning tegemoet wordt gezien. U krijgt commentaar bij de beelden van Willem van Elt. Thuis heeft Urk nog nooit van IJsselmeervogels gewonnen. Eén keer slechts werd er een gelijk spel behaald. En in alle andere wedstrijden was IJsselmeervogels de sterkere. Als we even naar de opstellingen gaan kijken. Urk speelt in de vertrouwde opstelling. Mist al twee mensen heel lang. Jacob Bakker en Henry Romkes, beide geblesseerd. En ook IJsselmeervogels kan vrijwel over de hele selectie beginnen. Alleen IJsselmeervogels kan over vrijwel de gehele selectie beschikken. Alleen Sander Malli is geblesseerd. Voor het overige is iedereen aanwezig. Beginsignaal van scheidsrechter Kruis. De vraag is natuurlijk, hoe gaat Urk met de druk om? Er is de hele week al heel erg over gepraat. Maar Urk gaat aanvallen. Dat is de bedoeling van de wedstrijd. Niet verdedigen. Een gelijk spel is voldoende. En dat is de uitgangspositie. Maar daar gaat men niet vanuit. Men gaat gewoon aanvallen. De Graaf. En een rondspeler van de bal. Gaat vrij traag in de beginfase. Ja, Kwakkel kan er helemaal niets mee. Sjoer Tol wel. En nu wordt het een beetje tijd voor een leuke aanval. Richting Kees Bakker. Die verrast daar eigenlijk iedereen daar in de verdediging. Eigenlijk een doorloopbal. En wat doet de scheidsrechter? Gele kaart geeft meneer Kruis. Hoe was de regel ook alweer bij een doorgebroken speler? Maar goed, hij geeft een gele kaart. Kees Bakker. Twee keer al aangepakt. Ook een stevige jongen natuurlijk. Er zijn een paar specialisten bij Urk die dat kunnen doen. Pieter Ras. Klaas Bakker ook. Teunis Kramer kan het ook. Bijna vijf minuten onderweg met die vrije trappen. Teunis Kramer. Ja, wie van de drie? Teunis Kramer. En die zit erin. Jonge jongen, langs alles en iedereen. Eén dwars door het muurtje heen. 1-0 voor Urk. En dat na 5 minuten en 20 seconden spelen. Een droomstart. Ja, Stemerink, hij wacht wel, maar hij kan natuurlijk niet blij zijn. De muur stond volkomen verkeerd opgesteld. Teunis Kramer, die heel rustig keek waar hij naartoe zou schieten, een rustige aanloop nam en eigenlijk dwars door de muur heen schoot. Links binnen, Stemerding kansloos en Zaleid Urk met 1-0. En ontstaat op het veld al een beetje het gevoel van er kan niets meer misgaan. Maar daarvoor zijn we natuurlijk nog te kort onderweg, maar 6 minuutjes. Jan Kramer, Teunis Kramer. En Pieter Ras. Daar wil Pieter Ras een overtreding. Hij krijgt hem niet. Van de groep is weg. Maar meteen Kees Bakker voor zich. Vleugelspelers die meteen terugkomen. En tot nu toe hebben de Spakenburgers daar echt geen antwoord op. Ze weten niet wat ze daarmee moeten doen. Misschien nu dan. Zomaar uit het niet. Grote kans. Onoplettendheid in die verdediging bij Urk. Abel van Willigen schrok van de kans. Eerste grote kans voor IJsselmeervogels na ruim 15 minuten spelen. Klaas Bakker, moeilijk te verdedigen, is zwaar. Met zijn 100 kilo als hij helemaal op gang is, houdt eigenlijk niemand die man meer. Maar nu dan IJsselmeervogels. Van Willigen. Sjoerd Tol. En Teunis Kramer. En zo zijn de defensieve problemen alweer van de baan. Pieter Ras.
met handen en voeten, is boos. Bram Brouwer. 21ste minuut. De wil die alleen door, verdient daar een vrije trap. Op een hele interessante plaats. Rob Hopman, zo te zien, zich van geen kwaad bewust. René Stemedink, die de muur vast gaat posteren voor een nieuwe vrije trap. Maar voorlopig kijkt Urk nog bezorgd naar Bram Brouwer. Het jongen die niet vanzelf gaat liggen. Voorlopig lijkt het erop dat hij in ieder geval door kan spelen. En halverwege de eerste helft krijgen we een vrije trap voor Urk, zo'n meter of 25 van het doel. Terwijl het ook weer regent en het opnieuw Teunis Kramer is die het gaat proberen. Ja, dat smaakt naar meer. Maar nu komt IJsselmeer volgens de wel mee weg. Maar toch nog een inworp voor Urk. Zo'n meter of 10 over de middenlijn. Tijmen de Boer. Jacob Tol. Maar daar kan helemaal niemand wat mee. Henk Huigen met de inworp. Mooi gedaan, Jacob Tol. Een enorme blunder. Pieter Ras. 2-0. Een ongelofelijke blunder. Maar wat een feest bij Urk. Want ze houden hier wel niet van champagne. Ja, Stemedink. Dat zal die van binnen schelden. Wat een ongelofelijke blunder van René Stemedink. Een niet zo gevaarlijk ogende aanval in eerste instantie. Maar René Stemedink die trapt finaal over de bal heen. Speelt geen gelukkige wedstrijd. En dat moet je niet aan Pieter Ras overlaten. Want van zo'n metertje op 25 schuift hij hem heel beheerst binnen. 2-0 voor Urk na bijna 26 minuten spelen. En de conclusie zou nu al kunnen zijn. Ja, wat kan die Urkers nog gebeuren? Jan Kramer. Klaas Bakker, prachtige bal richting Pieter Ras, maar het goede uitkomen van René Stemedink. Jacob Tol. Pieter Ras. Wat speels gaat het allemaal. Tijmen de Boer. De kans. Ja, daar zat natuurlijk veel meer in. Bal is nog niet weg. En er wel een vrije trap voor Urk, voor Jacob Tol. Maar dit was toch een unieke mogelijkheid voor Urk om daar wat aan te doen. Een bal aan de rechterkant van het veld. Tijmen de Boer die 2-3 afspeelmogelijkheden had. En vervolgens besloot om het zelf te doen. En toen kon Stemedink nog in actie komen. Anders was het zomaar voor rust nog 3-0 geworden. Tijmen de Boer met de vrije trap. En schitterende goal. 3-0 voor Urk. Ja, het Urkenfeestje kan gaan beginnen. Dat is wel duidelijk. Schitterende aanval. Leek mij Teunis Kramer. Want niemand anders springt zo hoog als hij. Vrije trap aan de rechterkant. Tijmen de Boer. Heel secuur geplaatst op het hoofd van Teunis Kramer. 3-0. Ja, het feest kan beginnen, zou je zeggen. Champagne hebben we hier niet in huis, maar wel heel veel bier, hebben ze me verteld. Urk leidt met 3-0. En dat 4 minuten voor rust. Teunis Kramer, zijn tweede goal van de wedstrijd. Ja, dit is toch symbolisch voor het spel van IJsselmeervogels. Het gaat onderuit en weer Urk. IJsselmeervogels moet zo vlak voor de rust oppassen dat het niet overspeeld wordt. Want 3-0 is wel een hele ruime marge en het is nog verdiend ook. Want aanvallend laten de Spakenburgers helemaal niets zien deze wedstrijd. Het scoort ook niet zo gemakkelijk dit seizoen. Het heeft er nog maar 34 gemaakt. Maar ja, er staat tegenover dat de verdediging van IJsselmeervogels wel
goed in elkaar staat dit seizoen. Want slechts 22 keer hoefden ze een tegendoelpunt te incasseren. Een hoekschop voor IJsselmeervogels. En een scheidsrechter die nors kijkt, want er blijft maar vuurwerk hier op het veld komen. En dat maakt het zicht er niet beter op. Hoekschop voor IJsselmeervogels. Kees Wakker komt weg. Kans van de groep misschien. Van Veldhuizen en daar zitten ze maar in. 3-1. De tegentreffer die eigenlijk niet meer werd verwacht. 2 minuten voor het verstrijken van de eerste helft. Bram Swaan die bal dan uiteindelijk inkegelt. Na een hele serie misverstanden van Veldhuizen kwam er nog wel even aan. Maar ja, die bal komt verkeerd. En zo is het vlak voor de rust dan 3-1. En kun je zeggen dat IJsselmeervogels weer een heel klein beetje terug is in de wedstrijd. 2 minuten in blessuretijd met de inworp voor IJsselmeervogels van de groep. Als ze nog wat willen, moeten ze snel zijn. Maar het gaat niet lekker in die verdediging daarachter. En dat hoeft ook verder allemaal niet meer. We gaan rusten op Urk. Een 3-1 voorsprong voor Urk. En dat is een tussenstand, denk ik, waar men vooraf zeker voor getekend zou hebben. Een verdiende voorsprong. Urk leidt met de rust met 3-1. Na een eerste helft waarin Urk eigenlijk nauwelijks in de problemen is geweest. Door een slordigheidje nog een tegendoelpunt moest incasseren. Waardoor het misschien nog enigszins spannend wordt. Maar dan moet IJsselmeervogels dat in het eerste kwartier laten zien. Ja, dat weten de Spakenburgers zelf ook wel, want ze zijn ervaren genoeg. Maar voorlopig is het Urk dat via Jelle Loosman de draad weer oppakt waar het gebleven was, namelijk aanvallen. Doelman Stemedink van IJsselmeervogels. Bram Brouwer, Pieter Ras. Sjoerd Tol, Tijmen de Boer. Het spel ging even door, maar Gerlof Kwakkel ligt geblesseerd. Aan de rand van het strafschopgebied van Urk. Is pas 30 jaar geworden, Gerlof Kwakkel. Daarmee ook behorend tot de ervaren hap van IJsselmeervogels. Gerlof Kwakkel kan weer verder spelen. Het is Abel van Wilgen die het spel voor IJsselmeervogels gaat hervatten. Totaal 3 blessurebehandelingen hebben we gezien. Hij trekkenbeent nog wel wat. Gerlof Kwakkel. En van Wilgen. Dick Knijn. Ja, er wordt daar wel weer wat leuks gezocht aan de rechterkant. Maar ook daar wordt strak gedekt Jelle Loosman. Richting Pieter Ras. Het is Pieter Ras. En die gaat er. Zo, Pieter Ras. Aardige kans. Maar die bal gaat er niet in. Wat is die toch levensgevaarlijk. Pieter Ras. Ontspannen dat wel. En dat bij zo'n wedstrijd. Brak zomaar door en had kunnen, misschien had hij wel moeten scoren, Pieter Ras. Maar wel een hoekschop voor Urk. Het is opnieuw Tijmen de Boer, eigenlijk de vaste man die zich daarmee belast. Teunis Kramer. Kwakkel. Teunis Kramer speelt een hele goede wedstrijd en nog zo jong, 22 jaar.
Van Wilgen. Kwakkel, Dennis Bos. Opnieuw Dennis Bos. En Teunis Kramer. Maar IJsselmeer volgens zet de Kwem er een beetje op. Van de groep. Maar Job van Veldhuizen maakt een zekere indruk in deze wedstrijd. En dat komt mooi uit, want in zo'n wedstrijd is dat van groot belang. Sjoerd Tol. Met een lange paas, Jan Kramer. Oog in oog met Stevendink, die gaat er weer onderdoor. Wat een ongelofelijke blunder. Maar ja, wat kan Urk dat schelen? 4-1. Jan Kramer, kijk hem blij zijn. Grote vreugde bij Urk. Bij wat toch weer oorspronkelijk leek zo'n onschuldig ogende aanval. Stevendink, ja, die heeft echt zijn dag niet. Hij maait weer volledig mis. En dan is het Jan Kramer die bal in het lege doel schuift. En zo leidt Urk met 4-1. En zijn we nog maar 4 minuten onderweg in de tweede helft. Vreugdevuren op Urk is ook logisch. 4-1. Wie had dat gedacht? Ik zeg het nog maar even. IJsselmeervogels, 26 keer afdelingskampioen. 12 keer kampioen van Nederland bij de zaterdagamateurs. En 4 keer kampioen van Nederland overal. Klaas Bakker, maar hij mag wel door. Dan moet hij daar kunnen scoren. Wat een kans! Jongen, jongen. Wat een enorme kans voor Urk. Klaas Bakker die vrij doorbrak. Hij kon zelf spelen, maar hij kon hem ook afgeven aan Jacob Tol. Hij besloot tot het laatste. Maar Stevendink zat er goed tussen. Anders hadden we hier al zowaar op 5-1 gestaan na 18 minuten in de tweede helft. Maar Urk nog een keertje in blessuretijd. IJsselmeer volgens Teunis Kramer. Een beetje gepiel in de verdediging van Urk. Jelle Loosman, knal naar voren. En dan is het nu afgelopen. En wordt Urk voor de tweede keer in het bestaan kampioen van de hoofdklasse C. Het heette een paar jaar geleden de eerste klasse. Maar het is de hoofdklasse. De supporters komen het veld op. Dirk Visser daar in het midden van Urk, de elftalbegeleider. Veel vuurwerk op het veld. Supporters die nog ouderwets gezellig bij de spelers kunnen komen. Muziek wordt aangestoken. En nu maar eens kijken of we daar ergens in de horsende menigte wat zinnige woorden uit spelers kunnen trekken. Maar eerst is het natuurlijk veel rook, veel vuur, veel vreugde. Urk wint met 4-1 van IJsselmeervogels. Dolle pret, terecht, want ze zijn daarmee ook de terechte kampioen geworden in de hoofdklasse. En kunnen zich nu volledig gaan prepareren op de nacompetitie. Kijk, vanaf de eerste minuut ging het hartstikke goed. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat het een hele moeilijke wedstrijd zou worden. Maar we die vanaf het begin niet perfect, denk ik. Ja, echt, jullie zijn echt kampioen nu. Het was echt een mooie kampioenschap, denk ik. En het was echt een mooie afsluiting van het seizoen, denk ik. Heel erg gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. En intussen is ook Willem van Elms in het feestgevoel. Teunis Kramer, 2 keer scoren in de kampioenswedstrijd. Hoe voelt dat? Dat voelt super. Dat voelt gewoon super. Vooral die eerste dat je maakt na 5 minuten al. Dan ga je door het lint heen. Dan kan je wedstrijd al niet meer stuk. En dan maak je die tweede ook nog. Weet je die nog te herinneren? Die weet nog te herinneren, ja. Timer neemt de corner. Ik zat hem al aan te kijken. Er stond een mannetje bij me. Die kwam net boven mijn schoer uit. Nou ja, geeft er goed in. En het doelpunt. Zeg je nu, dit is het of nee? We gaan voor het kampioenschap van Nederland. We gaan nu door voor het kampioenschap van Nederland. We hebben nou dit gehaald en we gaan nou verder. Hoe is dit voor jou zo? Dat is schitterend natuurlijk, hè. We hebben geen woorden voor, dus we gaan ervan genieten met z'n allen. Hoe keken jullie naar die wedstrijd uit? Toch een beetje nerveus, maar je weet het maar nooit. Nou ja, vanzelfsprekend. Dat spreekt voor zich. Zo'n wedstrijd staat, ja, is wedstrijd op zich. Er staat veel op het spel. En dan ben je inderdaad wat extra zenuwachtig. Ja. Dat is logisch, hè. En nu naar het kampioenschap van Nederland? Ja, moeten we er even bij doen. Gek huis hier, hè? Gek huis, ja. Gaan we er even een mooi feest van maken weer, hè? Ja, super. Dit is een spektakel, hè. En dit is schitterend om dit eens een keer mee te maken, ook als trainer. En
Hij ook nog een schitterende wedstrijd gespeeld, vooral in de eerste helft. Ja, want het begin was overrompelend. Was dat ook de bedoeling? Ja, we hebben gezegd, wij gaan hier alleen maar voor de winst vanmiddag. En je weet dat de IJsselmeervogels, doordat ze op één lijn spelen, veel ruimte achter de linie laten. En we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk druk te geven en een loopactie achter de linie te maken. En vandaag was het schitterend. Ja. En nu nog twee competitiewedstrijden, maar jullie richten je waarschijnlijk op het algeheel zaterdag kampioenschap. Ja, maar dat denk ik op dit moment niet aan hoor. We gaan nu feest vieren, dus volgende week wel even weer. Wat gaat er de rest van de avond gebeuren? Nou, ik heb het programma, weet ik niet, en dat zien we vanavond allemaal wel. Ja? Gefeliciteerd en bedankt. Ja, vorige keer toen overkwam het ons echt, toen wisten we, ja, plotseling waren we kampioen. En nu zijn we dit seizoen eigenlijk, vanaf het begin van het seizoen zijn we al met kampioenschap bezig. En we waren ook vrij snel, hadden we het idee dat we konden halen. Ja, dan gaan we automatisch een stapje verder denken. En wat denk je nu aan? Voor de Nederlands kampioen. Nou, Urk gaat dus een onrustige avond tegemoet. Het was niet alleen voor Urk.